Radio 1. Dit is de dag. Ja, meneer Plaster, ik wil even beginnen met het nieuws van vanmorgen. Dat tenminste 4 Telegraafjournalisten worden afgeluisterd door de AIVD. Mag dat zomaar? Nou, dat kan ik moeilijk beoordelen, wat er zomaar mag. Want dat mag in ieder geval niet zomaar. Daar moet toestemming voor gegeven worden, et cetera. En dat valt dan onder de minister van Binnenlandse Zaken, Justitie, die houdt zich daarmee bezig. Ja, wist u het? U bent minister van Media en die functie vragen we het aan u. Ja, dat snap ik. Maar in die hoedanigheid ben ik er niet bij betrokken. Nee, dit is echt, als het sprake is van opsporing, dan is dat echt de zaak voor justitie en misschien de inlichtingendienst. Dus nee, hier sta ik. Wie houdt daar toezicht op? Want ook collega's bij ons op de redactie hebben wel eens het gevoel dat als ze met spannende dingen bezig zijn, dat ze worden afgeluisterd. Dan horen ze klikjes en piepjes op de telefoon en zo. Is daar voldoende toezicht op in ons land, denkt u? Nou, het mag in ieder geval niet zomaar. Ik ben één keer in die rol geweest, want als in de zomer iedereen op vakantie is, dan is er één iemand achtervang. Dus ik ben vorig jaar, het jaar daarvoor, was ik dan plaatsvervangend minister-president, de laatste man standing van het kabinet. En toen had ik dus wel die verantwoordelijkheid en toen ben ik inderdaad op een gegeven moment wel gebeld van willen ergens een tapje plaatsen. Dat was in een auto van iemand die verdacht werd van iets met terrorisme en vindt u dat goed? En toen, ja, toen heb ik inderdaad gezegd, ja hoor, dat vind ik goed. Maar hoe neemt u zo'n beslissing dan? Nou ja, het staat gewoon in de instructie van Balkenende. Als iemand belt op een tapje, gewoon zeggen dat het goed is. Ik ga er niet verder op, maar het is toen wel toegelicht wat de context was. En je wordt dan gebeld door het hoofd van de veiligheidsdienst. En met die toelichting, en dan moet je besluiten, ja of nee. En even in die rol heb ik eraan geproefd, maar dat gebeurt dus bij dit soort dingen. Maar dan is het in dit geval dus ook gebeurd dat er eerst balken in de... maar het kan ook dat er... Dus dan moet je bij eigenlijk die vraag, dat weet ik niet. Mevrouw Vlucht, heb jij het ideetje afgeluisterd wordt? Je bent meestal journalist, dat kan gevoelig zijn, lijkt mij. Ja, ik weet niet zo of ik staatsgevaarlijk ben of zo, dat ik door de AIVD word afgeluisterd. Maar het is wel... Nederland is wel tapland nummer 1. En dat is wel algemeen bekend. En ik ben ook wel eens geïnformeerd dat er inderdaad tapgesprekken waar ik in voorkwam in dossiers terecht waren gekomen. Dat is de justitie die tapt, dat is niet de AIVD. Eigenlijk houdt iedereen er wel rekening mee dat het kan gebeuren. Maar omdat er ook zoveel gebeurt, is het ook niet zo. Dat maakt je niet. Het is niet zo heel bijzonder als je getapt wordt. En dat is wel erg lijkt me, want jouw bronnen vinden het vast niet leuk. Nee, maar die bronnen zullen ook nooit over de telefoon belangrijke dingen vertellen. Maar waarschijnlijk werd u ook niet getapt omdat u journalist bent, maar omdat degene met wie u sprak een boef was. Dat is de grootste kans, ja. Je weet het niet zeker, maar dat is bij die AIVD-zaak nee, dat is bij anders, die telegraafjournalisten niet zo. Nee, maar omdat u nu naar verwijst en zegt van die ervaring hebben we vaker. Dat is, u zit natuurlijk vanuit uw werk, heeft u contact met die wereld van de criminaliteit. En daar zal inderdaad wel eens opsporing gebeuren. Maar is het alleen maar in die hoek inderdaad geweest. Dat kunt u zich voorstellen dat wij journalisten dat niet leuk vinden? Dat er ook iets ontstaat van wat gebeurt hier allemaal? Ja, maar dat mag en kan ook niet zomaar journalisten getapt worden. Ik bedoel, die indruk moeten we hier wegnemen. Maar waarom zijn wij dan tapland nummer 1? Dat is toch eigenlijk... Dat hoor ik hier, maar dat weet ik ook niet. Maar dat is, we zijn in elk geval stukken, wat stukken vaker getapt dan in Amerika bijvoorbeeld. Er is een boek verschenen van collega Wim van der Pol over Onder de Tap heet dat, een goed boek. Die heeft dat helemaal uitgezocht en daaruit blijkt dat... Dat er bijna nergens zoveel wordt afgeluisterd als in Nederland. Ja. Maar kunt u niet eens bij uw collega's navragen hoe het zit en of wij inderdaad massaal afgeluisterd worden bij journalisten? Nee, u bent minister van Media. Dat zeg ik u onmiddellijk toe. Ja? Alleen, ik niet terug wat eruit komt, maar ik zeg het toe. Dat is dan maar jammer, dat laatste. Volgende week dient er een kort geding voor de Amsterdamse rechtbank, de Vereniging van Journalisten en het Genootschap van Hoofdredacteuren eisen dat de AIVD openheid geeft over welke journalisten ze tappen. Is dat goed dat het openbaar wordt? Ja, nogmaals, dat moeten echt de collega's van justitie beoordelen, want ik weet aan de achtergrond. Maar ik hoor u geen zorg uitspreken, u bent minister van Media. Maar ik heb net al gezegd, je mag niet zomaar journalisten aftappen, dus dat is glashelder.
Dus dat is, het is niet eens verzorgd, dat is gewoon glashelder in een rechtsstaat. En daarom neem ik aan dat er ook niet zo snel een lijst zal worden gepubliceerd van mensen die getapt worden. Dat staat een beetje haaks op het werk van de IVD. Ja, maar als er zoveel getapt wordt, dan zouden dus heel erg veel mensen met staatsgevoelige dingen moeten bezig zijn. En dat kan ik me eigenlijk eerlijk zeggen. Of er wordt te vlug getapt. Ik denk dat er wel te vlug getapt wordt. Nou, u dat gaat gewoon makkelijk. U gaat in ieder geval navraag bij uw collega's, meneer Plasterk, dat heb ik genoteerd. Goed, uw eerste ontmoeting met elkaar. Mevrouw van Dijk, weet u dat? Ja, ik weet het, dat weet jij toch? Ik geloof dat ik het ook nog wel weet, maar ik kan me alleen je mannen in mijn knop.